We staan in de Black Archives in Amsterdam-Oost. En we hebben hier een hele bijzondere collectie met meer dan 10.000 unieke boeken, artefacten, archiefstukken. Die gaan over zwarte geschiedenis en cultuur. En op basis van deze bijzondere collectie ontwikkelen we exposities en geven we lezingen en dergelijke. Wij vinden dat het nodig is om een Black Archives te hebben, omdat we op school weinig tot niks over dit stuk van de geschiedenis leren. Dus wat wij proberen te doen is die verborgen geschiedenis meer zichtbaar maken. Met het archiveren doe je eigenlijk ook aan beeldbepaling, want archieven worden vaak gezien als neutrale plekken waar je gewoon documenten opslaat. Maar er worden keuzes gemaakt over wat voor beelden je verzamelt, wat je belangrijk vindt en wat niet. En die vormen vervolgens de bron voor geschiedschrijving en letterlijk beeldvorming. Een van de topstukken die we in de collectie hebben is een prent van Petrus Camper. Dit komt uit de 17e eeuw. Je ziet hier een tekening van Camper met de aap, Afrikaan en twee witte of Europese figuren. En we hebben een van die witte figuren bedekt om het beeld eigenlijk te denormaliseren. Hè, door het even te ontregelen, waardoor we hopen dat mensen die hier naar kijken de vraag stellen van, oh, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Waar kijk ik naar? Zodat je hopelijk kritisch gaat nadenken over dit soort beelden en het niet als vanzelfsprekend gaat aannemen en bekijken. Dit beeld is gebruikt, of eigenlijk misbruikt, om te stellen dat Afrikanen, zwarte mensen, lager op de hiërarchie staan ten opzichte van witte mensen of Europeanen. Dus in die periode van de verlichting zag je dat het rassendenken enorm werd ontwikkeld. Hè. En dat bepaalde menselijke rassen beter, superieur, meer beschaafd, meer ontwikkeld zijn ten opzichte van anderen. Het gekke is dat Camper dat niet stelde. Hij zei eigenlijk dat mensen gelijkwaardig zijn. Maar als je kijkt naar dit beeld, omdat het zo'n sterk beeld is, is dat helaas misbruikt om juist te zeggen dat Afrikanen dichter bij de apen staan dan bij de, tussen haakjes, meer ontwikkelde Europeanen. Het is een heel mooi nummer van Bob Marley, Redemption Song, waarin hij zingt: "Emancipate yourselves from mental slavery. No one but ourselves can free our minds." En wat hij daarmee probeerde te zeggen is dat de slavernij weliswaar was afgeschaft, fysiek en politiek, maar mentaal droegen heel veel mensen, zwarte mensen, nog die koloniale beelden met zich mee, door zichzelf als minderwaardig te zien. Maar ook andersom, dat heel veel witte mensen zichzelf als superieur zagen. Dus wat we met de expositie proberen te laten zien, is hoe dat rassendenken op een gegeven moment onderdeel werd van de populaire cultuur in Europa. Nou, hier zien we een koffiekan, chocomelkan, van het merk Banania. Heel populair cacao drankje in Frankrijk. Producten zoals koffie, cacao, chocolade, suiker, die voornamelijk uit kolonies kwamen, werden geproduceerd door tot slaaf gemaakte Afrikanen, werden ook nog eens verkocht met het exotische beeld van zwarte mensen op de verpakkingen. Dit is een kan die iemand heeft gedoneerd nadat we de expositie hebben geopend. Dit komt hoogstwaarschijnlijk uit de jaren 80, 90. Niet heel lang geleden was dat nog gewoon normaal voor velen. Nou, ik heb nog een heel duidelijk voorbeeld waar je dit soort koloniale beeldvorming ziet. En in deze lade hebben we verschillende versies van het bekende boek 10 kleine N-woordjes. Ja, dat is een boekje dat in de 19e eeuw is bedacht in de VS. In Nederland was het zo populair dat je meer dan 10 verschillende edities van 10 kleine N-woordjes hebt. En het gekke is dat het pas rond 2004 uit de handel is genomen. Voor ons is het dus van belang dat we weten waar dat soort beelden vandaan komen, zodat je het kan herkennen en kan bestrijden, zodat iedereen op een gelijkwaardige manier behandeld kan worden. Ik denk wel dat er ooit een moment zal zijn dat zwart en wit Nederland bevrijd zal zijn van mental slavery. Maar er is nog aardig wat werk aan de winkel. Human.